Hallo, ik ben René Willemsen uit Overloon, samen met mijn broer een akkerbouwbedrijf. Ik ben Erik Willemsen, wij telen hier in het oosten van Brabant in Overloon een 250 hectare frietaardappelen van het ras Fontane. En daarbij telen we ook een 15 hectare pootgoed voor eigen gebruik. De kwaliteit van aardappelen voor ons bedrijf is erg belangrijk, omdat we natuurlijk erg veel aardappelen leveren aan de frietindustrieën. En dan is een betrouwbare leverancier met een goede kwaliteit aardappelen, met een goede schilkwaliteit en een goede structuur is erg belangrijk. Om een zo goed mogelijke kwaliteit van het eindproduct te krijgen, nemen we jaarlijks van elk perceel wat we bijhuren. Want we hebben natuurlijk een rotatie in aardappelen van 1 op 4 of ruimer. Daarvoor nemen we een bemestingsmonster en een aaltjemonster per perceel. Dat wordt samen met Erik van Gerben van adviseur Vlamings bekeken van wat op welk perceel waar nodig is. Dus er wordt een gedetailleerd plan gemaakt voor bemesting en ook gekeken of er eventueel Vidate gebruikt moet worden om aaltjes te bestrijden. Wij gebruiken Vidate op ons bedrijf als aaltjesbestrijder omdat hij het sterkste is op alle aaltjes en ook omdat hij als nevenwerking heel goed luizen bestrijdt en coloradokever. Vidate wordt bij ons toegepast tijdens het poten als rijenbehandeling met een granulaatstrooier, 10 kilo per hectare in de rij. Door het gebruik van Vidate de laatste jaren zien we dat we een erg mooi gaaf product kunnen leveren zonder dat we afkeuringen hebben. En een bijkomstig voordeel daarbij is dat we ook een bespuiting uit kunnen besparen op de luizen.